deze week bij Gesprek op Niveau Friese premier Lodewijk Asscher. Dag Lodewijk. Dag Jan. Ga lekker zitten. Doei. Lodewijk, dit is eigenlijk de week van de hysterie, of liever gezegd het racisme-debat. Dat gaat over niets anders meer. Bijvoorbeeld over dat etnisch profileren door de politie. Wat is jouw kijk op dat etnisch profileren? Nou, ik vind het dat de politie terecht heeft gezegd, excuses heeft gemaakt. Heeft gezegd, we moeten niet selecteren puur op iemands uiterlijk of op iemands afkomst. We moeten als politie ons werk goed doen. Iedereen heeft vooroordelen, dus ook politieagenten. En als dat erin sluit, moet je daar wat aan doen. Maar ik vind het ook mooi dat Typhoon zelf heeft gezegd, dat hij niet kwaad is geworden op die agent, maar heeft gezegd van, nou, ik wil eigenlijk wel een bijdrage leveren aan bewustwording. Dat je wel een boef pakt, maar niet mensen alleen maar op basis van hun huidskleur langs de kant zet. Ja, aan de andere kant kun je natuurlijk ook zeggen, als je naar de criminaliteitscijfers kijkt, is het handiger om Marokkaanse jeugd in een auto van 2 ton op te pakken dan een SGP-jongen op de Bijbelbelt in een DAF. Ja, maar het gaat natuurlijk uiteindelijk niet over iemand die verdacht is of iemand die een boef is, die moet je oppakken. Maar waar het over gaat is dat heel veel zwarte Nederlanders heel vaak ermee te maken hebben dat ze, omdat anderen uit die groep zich slecht gedragen, dat ze langs de kant worden gezet, ergens niet naar binnen komen, anders worden behandeld. En dat mag niet. Nee, dat mag niet. Als er een verdenking is en als er redenen zijn om te denken dat diegene in die dure auto in drugshandel zit, dan hou je hem staan. Maar begrijp dat is gewoon normaal politiewerk. Als er niks anders is dan iemands huidskleur, dan mag het niet. Maar als je als agent continu geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld de Marokkaanse jeugd of Antilliaanse jeugd, die heel hoog in de criminaliteitscijfers scoren, ja, en die zie je dan ook nog rijden in een auto die je hooguit kan betalen als je bij Ahold in de top zit, ja, dan is 1 en 1 is 2, lijkt mij. En dan is dat toch wel begrijpelijk dat je op die manier handelt als agent? Of moeten ze daar niet naar kijken en dan maar iedereen aanhouden? Nee, ze moeten niet iedereen aanhouden, maar ze kunnen heel goed juist objectief vaststellen of er aanleiding is om iemand staande te houden. En soms is het wel degelijk voldoende dat iemand in een hele dure auto in een verkeerde wijk rondrijdt. Dat kan er aanleiding voor zijn, maar het moet een objectief criterium zijn. En alleen iemands huidskleur, want dat is het andere uiterste, is dat niet. En mag dat ook niet zijn. Want dat heeft tot gevolg dat je alleen omdat je de pech hebt, dat je toevallig niet wit bent, dat je een andere behandeling moet krijgen dan anderen. En zo zit dat wordt al gezien als racisme, hoor, wat u net zei. Dat je pech hebt als je een andere huidskleur hebt. Ja, dat is dan de consequentie daarvan. Dat ja, maar Sylvana is hier niet blij mee, hoor. Wat hij nou zegt, pech met een andere huidskleur. Nee, maar ik wil ook niet dat dat zo is. Ik vind het principe dat je mensen gelijk behandelt volgens de wet, staat niet voor niets in artikel 1 van onze grondwet, beschermt ons allemaal. Beschermt u ook, beschermt mij. En dat betekent dus dat, ja, een politieagent hebben ongelooflijk lastig werk. En die moeten vaak in een split second een beslissing nemen. Het goede van de Nederlandse politie vind ik dan weer dat als er zoiets gebeurt, gaat oma Gent excuus maken, bespreekt het in het korps. De korpsleiding zegt ook, nee, dit is niet ons beleid. We hebben moeilijk werk en we doen het zo goed mogelijk, maar we willen er steeds beter in worden. Zo moet je zoiets aanpakken. Ik zei de naam al net, Sylvana Simons. Die gaf deze week een persconferentie in de Tweede Kamer. Dat ze aangifte, volgens mij tegen iedereen en alles gaat doen wegens racisme. Ik vroeg me eigenlijk een beetje af wat zij in de Tweede Kamer deed als kandidaatlid. Had u dat ook? Nou ja, dat is inderdaad een manier om persaandacht te creëren. Ik vind het wel goed dat ze aangifte doet. Want ik vind dat de rechter zich best zou mogen uiten over sommige van die dingen die zij naar haar hoofd heeft gekregen. Ja, maar dat staat ook gewoon in het wetboek, hè? Dat je niet racistisch jezelf mag uiten. Dat is het probleem niet. Nou, alleen dat is wel het probleem. Nee, maar ik bedoel, aangifte doen, maar dat je dan zo'n show maakt in de Tweede Kamer, terwijl je niet eens lid bent van die Tweede Kamer. Ja, dat is waar. Er wordt show gemaakt, er wordt aandacht getrokken, allemaal waar. Maar uiteindelijk begon het natuurlijk ergens anders. Het feit dat mensen op de meest afgrijzelijke manier haar dingen naar de hoofd hebben, ik durf het echt niet eens te citeren. Nou, ik heb er veel van gelezen, het was walgelijk. Ja, dat is walgelijk en het is ook goed dat daar discussie over is ontstaan. Het is ook goed dat de rechter ernaar kijkt. Sommige van die dingen zijn denk ik niet strafbaar, maar zouden mensen wel even wat langer moeten nadenken voordat ze dat online gooien. Of ze misschien moeten schamen. Je tegen een ander mens, die verwens je. En dat is heel iets anders dan het met iemand oneens zijn. Ik vind als je de politiek in wil, moet je tegen kritiek kunnen. Wij leven in een land waar je niet gearresteerd wordt als je kritiek hebt op mij of op Mark Rutte. Dat hoort bij onze democratie. Maar het moet wel op een faire manier gaan. En je hoeft niet iemand zo diep mogelijk te kwetsen, uit te schelden, racistisch, seksistisch, te verwensen als is gebeurd. Tuurlijk, maar er is wel een bepaalde vorm van hysterie. En daarom vind ik de show eromheen, dus het feit dat er aangifte gedaan wordt bij een persconferentie. Ja, dat neem ik nou op de koop toe. Misschien is het dan maar goed om het er echt even over te hebben. Hoe kan het
dat mensen blijkbaar zich zo boos maken dat ze alles laten lopen in plaats van gewoon kritiek hebben op iemands standpunt. Nee, begrijpelijk. Maar het is natuurlijk ook wel zo dat in die hysterie, zeg maar, het Sylvana Simonskamp, en dat kan je één lijn trekken met het anti-Zwarte Pietenkamp, op dit moment achter elke boom een kukusklenner zien staan, echt hysterisch op zoek zijn naar racisme. Ik liep hier net heen en daar stond een naamwoordje, de Zwarte Weg. Toen dacht ik, nou, dat duurt niet lang meer als asiel een zetel krijgt in Den Haag. Snapt u? Het is ook doorgedraafd van de andere kant. Kijk, mensen die reageren met de meest walgelijke racistische uitingen. Nee, dat is simpel. Alleen zijn we niet met z'n allen aan het doordraven. Ik ben heel blij dat je dat laatste wel zegt. Ja, maar natuurlijk. Nee, er zijn ook mensen die zeggen, hup, vrij van meningsuiting, ik zeg wat ik wil. Nee, ik vind de Sylvana Simons uitzwaaidag, nou, ik weet niet of het direct racistisch is, maar ik vind het in ieder geval smakeloos. Ik snap ook helemaal niet dat grappig is. Nee, nou, daar ben ik het zeer mee eens. Het is belangrijk dat je dat zegt, want anders ontstaat toch een gevoel van, moet kunnen. Kijk, er moet heel veel kunnen, vrij van meningsuiting. Ik zou het alleen niet meteen verbieden. Ik verbied die uitzwaaidag niet, maar het is ook belangrijk dat je stelling neemt. En dat jij als opiniemaker ook stelling neemt. Zegt, dit vind ik smakeloos. Dat zou je niet moeten doen. Heel dom. Nee, je zei smakeloos. Ja, smakeloos. Je was scherp. En dat is nodig. Niet andere. Je zegt, we moeten oppassen dat je mensen ook niet zomaar beschuldigt van racisme. Dat ben ik ook met je eens. Je moet ook niet zomaar iedereen, bijvoorbeeld mensen die hangen aan Zwarte Piet, die voelen zich zeer gekwetst dat opeens hun jeugdherinneringen met terugwerkende kracht racistisch worden genoemd. Ja. Aan de andere kant, als je ziet hoe de voorstanders van het behoud van Zwarte Piet, hoe die reageren, dan is hysterie echt te zacht uitgedrukt. Nee, maar dat is dus waar dat ik het nou over net had. Alsof Nederland wordt afgeschaft, alsof onze beschaving ophoudt te bestaan, als er iets verandert. En als slot op de som zeggen ze, ja, het is maar een kinderfeest. Ik denk, nou, als dat het is, als het maar een kinderfeest is, je hebt ook kinderen, voor mijn kinderen, of het Oranje Piet is of Groene Piet, maakt niet uit. Maar mijne vinden Zwarte Piet heel leuk, omdat dat een hele aardige manier is in hun ogen. Dus ja. Ze hebben nog nooit de link met een neger. Nee, maar gelegd. Die zouden ze niet onaardiger vinden als hij er oranje uitzag. Dat nee, maar kijk, maar dat is natuurlijk. Het cultuurrelativisme is natuurlijk wel een van de pijlers van de PvdA. Het is natuurlijk wel iets dat mensen denken, ja, hoor eens even, wij hebben hier Zwarte Piet. En als je dat niet leuk vindt, dan vind je het niet. Nu rijmt dat, en dat is niet de bedoeling dat ik nu Sinterklaas rijmpjes heb. Maar dat is wel een beetje het geval. Kijk, Zwarte Piet in mijn ogen is een meneer die overdag bij de slager werkt. En die s'avonds sminkt hij zich zwart en geeft die pepernoot aan kinderen. En ja. Dat vinden kinderen leuk. Ja. Ik heb nog nooit helemaal de slavernij erbij gezien. Nou, het grappige is, ik had dat ook heel lang. Ik zat in de gemeenteraad in Amsterdam aan het begin van deze eeuw. En ik had een collega, die maakte daar een punt van. En ik had zoiets, joh, er zijn belangrijke dingen. Kijk naar de armoede en het onderwijs. Zo reageren mensen nu ook. Het is juni en we hebben het over Zwarte Piet. Kom op. De afgelopen jaren ben ik er vaker over gaan praten met mensen die er wel echt last van hebben. Die met een kind in de supermarkt lopen en die wordt dan Zwarte Piet tegen dat kind gezegd. En dan realiseer je dat iets wat voor ons heel onschuldig is, mensen ook kwetst en pijn doet. En dan is de vraag, is het nou zo heel erg als je daar wat aan verandert? Volgens mij is dat helemaal niet zo erg. Volgens mij hangt onze cultuur en onze belangrijke waarden hangen niet af van of iemand per se zwart gesminkt is. Dat verhoudt zich slecht met het is maar een kinderfeest. Maar er zijn ook weer mensen die voelen zich misschien niet gekwetst, maar onveilig als ze in wijken heel veel vrouwen met hoofddoeken zien. Dan zou je ook kunnen zeggen, ja, het is een cultuurdingetje. Ga dan ook een beetje naar ons toe werken en doe die hoofddoek lekker thuis op. Want in het straatbeeld vinden wij het een naar gevoel. Nou, als je daarmee aankomt, dan ben je ook gelijk een racist. Ja, maar die hoofddoek is voor die mensen een uitdrukking van wie ze zijn en van wat zij geloven. Ja, maar Zwarte Piet is ook een uitdrukking voor wie wij zijn. Ja, meen je dat nou? Ja, dat is een Volgens mij heb je dat net. Nee, helemaal niet. Je kan ook zeggen, ja, je kan ook de worst uit de erwtensoep halen, dan is het halal. Maar ja, dan gaat het toch helemaal niet meer ergens over. Ja, maar niemand over. Zegt dat het verboden zou moeten worden als Piet de Slager zich 's avonds sminkt. Als hij daar zin in heeft, moet hij dat helemaal doen. Maakt alleen niet uit. Oranje. Nee, moet hij ook zelf weten. Maar de vraag is het erg? Is het echt erg voor ons als Nederland als Zwarte Piet een roetveeg zou hebben of er oranje uitzien? Ik denk het niet. Ik denk dat dat flauwekul is. Ik denk dat we dan nog steeds verder kunnen leven, nog steeds het EK niet hadden gehaald. Weet je, we hebben nog steeds genoeg problemen over. En aan de andere kant staat dat er een groep Nederlanders is, die net zo Nederlands is als jij en ik, die er last van heeft dat ze ieder jaar voor Zwarte Pieten worden uitgemaakt. Dan vind ik het een kleine moeite om dat op te lossen. Enfin, Sylvana, agree to disagree, het zoiets. Sylvana Simons heeft zich aangesloten bij DENK. Twee heren die eerst onderdeel uitmaakten van uw partij. Ze zeggen, wij zijn hier om te gaan verbinden. Ik heb dat verbinden nog niet helemaal gevonden. Heeft u het gezien? In de praktijk waarop zij politiek bedrijven niet. Dus er staat een enorm contrast tussen zeggen we zijn voor verbinding en de manier waarop zij met name ten opzichte van Kamerleden met een niet-Nederlandse achternaam
zich opstellen. Die worden steeds anders ondervraagd dan anderen. Die worden apart gezet bij stemmingen, daar maken ze filmpjes van. Dus ik vind wat dat betreft hebben ze echt een verantwoordelijkheid als je zegt dat je staat voor verbinding en voor respect. En daar ben ik ook heel erg voor. Dan moet je natuurlijk in je dagelijks handelen laten zien. Anders ben je niet geloofwaardig. Nee, maar ze zijn met niets anders bezig dan een wij-zij schichtmaag te organiseren. En dan alles wat donker, minder donker is, maar gekwetst. Die kan zich dan afzetten tegen alles wat wit is. Ik bedoel, ja, dan hebben we toch weer een probleem. Want van beide kanten bestaat racisme en uitsluiting. En als je dan jezelf verbindend noemt, dan wordt het lastig. Groepsdenken, mensen beoordelen op de groep waar ze toe behoren. Uiteindelijk levert dat ons alleen maar ellende op. We hebben een partij die dat doet in de Tweede Kamer, de PVV. Die maakt geen enkel onderscheid meer tussen een moslim die hier in het departement aan het werk is. En de moslims waar we bang voor zijn omdat ze radicaliseren. Volgens mij hebben we niet behoefte aan nog meer partijen die iedereen in groepen gaan opdelen. Kijk, waar Denk het over heeft, is een heel belangrijk onderwerp. Namelijk dat mensen niet gediscrimineerd moeten worden, dat je volwaardig moet meetellen. Maar breng het dan ook in de praktijk in hoe je zelf met andere mensen omgaat. Nou ja, en het is natuurlijk al lastig. En dat zie je al aan Sylvana Simons. Die wordt dan geconfronteerd met de Armeense genocide. Ik geloof dat u het kwestie moet noemen van de premier. Wat ik onbegrijpelijk vind. Maar ja, goed, dat is politiek waarschijnlijk. Dat ze dan zegt, daar heb ik geen mening over. Nou, je moet toch eens zeggen, als iemand vraagt over slavernij, dan zeg je, daar heb ik helemaal geen mening over. Dan is zo'n vaantje gepikeerd. Dus dat lijkt me ook zo lastig, hè? Want die partij is ook bezig met bijvoorbeeld een genocide te ontkennen. Ja, maar het mooie vind ik wel weer van Nederland, dat iedereen die dat wil, kan een partij oprichten en kan voor zijn standpunt aankomen. Ja, maar je mag niet elke genocide ontkennen, dat weet u ook. Nee, natuurlijk niet. Maar daar word je dan wel weer voor afgestraft door de kiezers. Je ziet ook dat... Nee, maar door de rechter. De Holocaust ontkennen, dan kom je voor de rechtbank. Ja. En 1,5 miljoen Armeniërs die over de kling worden gejaagd. Dat is gewoon praktijk in de Tweede Kamer om dat gewoon dan te ontkennen. Dat is een groot verschil. Ja, maar de hypocrisie die daar achter schuil gaat, kan ook worden blootgelegd in een vrije democratie. En ik vind het mooi, als je een partij wil oprichten, dan kan dat. Ik hoop dat ze in de Kamer komen. Dit wordt spektakel. Ik denk dat het beter is dat je in een open democratisch debat met elkaar ook heel scherp van mening kan verschillen. Wat natuurlijk jammer was, meer dan jammer, is dat in plaats van een debat over ja, maar waar sta je dan voor? Waarom ga je bij die club van Öztürk en Kuzu? Doordat mensen zo agressief racistisch reageerden, kwam je aan dat debat helemaal niet toe. De logische vraag om te stellen van is dat nou consistent? Kan je niet veel beter op een andere plek zorgen voor verbinding? Zijn er ook niet andere partijen voor? Daar kwam je niet aan toe, omdat... Ja, je kon Sylvana helemaal niet meer zien door de ellende die over haar was uitgestort. Ja, maar dat is niet alleen maar bagger. Hè. Zij ziet ook kritiek op haar beslissingen als racistische bagger. Kijk, het is natuurlijk vreemd. Dat ben ik niet met je eens. Nou, haar partijleider, meneer Kuzu, die gaat naar een islamitische bijeenkomst waar vrouwen en mannen gescheiden zitten. En mevrouw Simons die zegt dat ze tegen seksisme strijdt. Lijkt mij wat lastig. De heren van Denk hebben tegen het afschaffen van het kinderhuwelijk gestemd. En zij zegt dat ze vrouwen wil empoweren. Nou, meisjes van 12 die geconsumeerd, zoals we dat mooi noemen, worden door hun man van 40. Ja, ik weet niet of die nou zo geempowered worden door mevrouw Simons, terwijl ze wel bij die partij zit. Snap je? Dus er is een hypocrisie. En als je haar aanspreekt op die hypocrisie, zegt ze, ja, dat zeg je omdat ik zwart ben. Of nee, donker. Dat heb ik haar niet horen zeggen. Nee, dat vind ik ook niet fair. Kijk, ik vind het terecht dat zij wordt aangesproken op wat doe je bij die club? En waar staan jullie dan voor? Als je zegt te verbinden, moet je dat ook in de praktijk laten zien. Ik heb wel heel veel vertrouwen in onze democratie en in de pers ook om de lastige vragen te stellen. Zoals ze aan mij ook gesteld worden, worden ze aan iedereen gesteld. Gelukkig maar. Wordt niet verboden. Er was wel iets anders aan de hand. Zij heeft, toen ze haar standpunt over Zwarte Piet bekend maakte, heeft ze al eerder zo'n golf over zich heen gekregen. Dus blijkbaar Zwarte Piet is codewoord voor we mogen allemaal gaan schelden. Anouk heeft het ook meegemaakt. En wat er nu gebeurde is niet dat ze niet tegen de kritiek kon die terecht was, maar dat je die bijna niet meer kon horen door het oorverdovende gebrul van mensen die ging schelden. Zij heeft gezegd, ik ga aangeven. In feite, diegenen die haar hypocriet vonden, hebben zichzelf tekort gedaan door dat niet op een respectvolle manier te uiten. Nee, maar luister, kijk, de racistische bagger daar gelaten, dat is verschrikkelijk en dat moet je ook aangepakt worden. Waar ze zelf over zegt, we gaan ze opsporen en we gaan ze straffen. Ik denk dat Sylvana de trias politica nog niet helemaal kent, maar maakt niet zoveel uit. Maar waar het om gaat natuurlijk, is dat op het moment dat je kritiek uit op bijvoorbeeld partijen als Denk, dan zeggen ze, ja, je sluit ons uit omdat wij onderdeel zijn van de Erdogan of boos zijn op alles wat wit is. Maar ook kritiek. Zij gaat aangifte doen tegen krantenartikelen, zei ze ook. Dus niet tegen racistische bagger op Facebook, maar mensen, journalisten die stukken schrijven in de krant. Ja, nou dat,
Dan heeft Erdogan een beetje inderdaad zijn lange arm hier binnen weten te moffelen. Nee, maar kijk om je heen. In dit land gaan mensen, worden journalisten niet vervolgd. Gaat een aangifte tegen een krant niet snel leiden tot een strafrechtelijke vervolging. Nee, maar het gaat wel over een denkmethode. Ja, dat gaat over... Een denkmethode. Ja, maar kijk, daar vind ik dus ook, daarom vond ik het ook echt treurige week. Ik begreep zelf niet zo goed waarom zij met haar agenda, waar ik het eigenlijk mee eens ben, laten alsjeblieft mensen normaal behandelen en gelijk behandelen in Nederland, waarom ze dan daar uitsluiting zocht. Maar dat is haar vrije recht in de democratie. Ik kon het niet eens zijn met haar politieke keuzes. Maar door wat ze over zich heen heeft gekregen, hebben heel veel mensen in Nederland weer het gevoel gekregen van, oh ja, als een zwarte vrouw wat vindt, dan krijgt ze dit over de heen. Ja, maar is dat niet helemaal het gevoel van dat als je kritiek geeft aan iemand met een andere kleur of een hoofddoek op, of wat dan ook, dat het dan gelijk is, ja, dat... Even een voorbeeld. Ik had vroeger een neger, mag je ook niet meer zeggen, een donkere jongen bij mij in de klas. En dat was een hele vervelende jongen. En iedere keer als hij eruit gestuurd wordt, zei hij tegen de juffrouw, dat zeg je omdat ik een neger ben. Dat zei hij toen zelf. Ja. Dat is een voorbeeld wat er ook wel vaker gebeurt. Hè? Ik bedoel, als je zegt, say it once, say it loud, I'm black and I'm proud. Dan zeg je, nou, hartstikke fijn, dan goed. Als je dat zegt, I'm white and I'm proud, dan ben je een racist. Ja. Of een fascist. Maar toch is het onderscheid nog wel weer vrij makkelijk te maken. Maar het is toch allemaal op kleur? Ja, je kunt een verschil maken tussen mensen aanspreken op wat ze doen, wat ze vinden, de dingen waar ze invloed op hebben. En als zij jou dan beschuldigen van racisme of van discriminatie, is dat vrij makkelijk te weerleggen. Dat is dan eigenlijk het debat vervalsen. Iets anders is, wat hier gebeurt, daadwerkelijk racisme. Ja, dat mensen daar dan wat van zeggen, lijkt mij terecht. Nee, maar dat is ook prima. Voor jezelf opkomen. Nee, volgens mij zijn we het daar ook over eens. Nee, maar natuurlijk, als je daar niet mee eens bent, dan ben je niet eens met ons wetboek. Nou, dat mag ook. Je kunt wetten veranderen. Nee, maar dat kan nog wel. Maar dit vind ik wel vrij fundamenteel. Dit vind ik wel vrij fundamenteel. En nou ja, ga maar na, want ook voor jou zal gelden, als je je voorstelt dat je in een andere positie bent, dat je toevallig een andere kleur hebt, en je hebt daar de hele dag word je op aangesproken, op een gegeven moment, dan krijg je ook het gevoel dat iedereen tegen je is vanwege die huidskleur. Begrijpelijk. En daar moeten we vanaf. Alleen als blanke Nederlandse man continu uitgemaakt worden voor racist of voor fascist, dat gaat op een gegeven moment. Word je daar continu voor uitgemaakt? Ja, daar word je continu voor uitgemaakt. Dat gaat vervelen. Ik zou vertellen, Sylvana Simons stond in de Volkskrant in een cartoon als Sylvana Simons. Nou, dat wordt dan door de hele Zwarte Pietenbende dehumanisering genoemd. Ik heb dat twee keer aan toe als een rat op een cartoon gestaan in de Volkskrant. Nou, u kent uw geschiedenis, wie als laatste als ratten werden afgebeeld. Daar heb ik niemand van gehoord van dit is dehumanisering. Nou, wat vond je daar zelf van? Nou, ik vind, kijk, luister, teken lekker wat je wil. En het maakt mij niet zo heel veel uit. Ik ga ook geen cartoons verbieden, want ik ben daar niet van. Ik ben niet zo van het verbieden. Alleen ik denk wel, ja god, als we alles in het historische perspectief moeten trekken, dat Zwarte Piet een slaaf is. Nou, dan denk ik, als we kijken naar het begin van de jodenvervolging in Duitsland, dat begon met die mensen als ratten af te beelden. En ratten moest je verdelgen. Nou ja, ik word er twee keer aan toe als rat afgebeeld. Alleen maar krekels. Ik heb nog niemand gehoord van de gekwetsten. Dat verbaast mij. En dat komt omdat ik wit ben. Want anders kan ik het niet uitleggen. Nou, of het komt door iets anders. Ik vind het goed dat je het voorbeeld geeft. Het komt ook doordat we met elkaar helemaal het onderscheid zijn kwijtgeraakt tussen wat er wel niet mag. Je mag tekenen wat je wil. Tuurlijk. Die vrijheid is gelukkig heel groot. En wat voor effect het kan hebben, en dat zie je zeker online, wat voor effect het kan hebben als je mensen stelselmatig verwenst. Als ik kijk naar jouw timeline op Twitter of naar die van anderen, het is helemaal standaard geworden dat je mensen of de dood toewenst of helemaal verrot scheldt. Dat leidt tot een soort bijna aanvaarding. Het wordt bijna salonveeg om mensen op de meest vreselijke manier aan te spreken en toe te spreken. Ja, ik word in één zin word ik fascist en sionist genoemd. Ja, dat is een hele gebruikelijke combinatie. Die heb ik ook wel eens fascistische sionist. Maar de grote vraag is natuurlijk, is het niet een fijner land als we even 5 seconden langer nadenken en proberen de ander aan te spreken op wat hij zegt en wat hij doet, in plaats van iemand op een nare manier steeds af te beelden of te bejegen. En dat vind ik ook wel een vraag aan jou. Jij noemt Sylvana volgens mij klaagneger. Ja. Waarom vind je dat grappig? Nou ja, kijk, maar vind je het grappig? Want het draagt ook wel weer bij aan wat je nou net zelf beschrijft. Het wordt allemaal weer makkelijker om mensen zo... Nee, maar kijk, het punt is, kijk,
ik werk dan bij, een, bij Geen Stijl. Ja. Er worden ook satirische stukken geschreven. Daar worden verschillende dingen op de hak genomen. En het geklaag van deze groep begint ontzettend vervelend te worden. En het woord neger, dat moet altijd geschrapt worden. Of het woord allochtoon moet geschrapt worden. Alleen met woordenschappen pak je het probleem natuurlijk niet aan. En dat ik stelde eigenlijk een andere vraag. Vind je hem zelf grappig? Ik vind het heel grappig, want er is een hele grote groep. Nou trouwens, het is een hele kleine groep. En dan noem ik bijvoorbeeld de Quincy Gario, Sylvana Simons. Die continu aan het klagen zijn dat ze slecht behandeld worden. Sylvana Simons heeft een fantastische carrière voor iemand die nog nooit de school heeft afgemaakt. Ik bedoel, wat wordt haar in vredesnaam dan in de weg gelegd? Ik zou het je nooit verbieden. Geen enkel misvergen. Dus, alleen, ik denk zelf, je noemt zelf het voorbeeld dat je steeds als rat wordt afgebeeld. En dat ik dat prima vind. Nee, maar dat vind je niet prima. Nee, ja, ik vind het prima dat mensen bij zo begonnen Joden. Nee, maar het enige wat ik zeg is dat het verschil wordt gemaakt. Dat op het moment dat Sylvana Simons als Sylvana Simons wordt in een cartoon komt, dan zeggen mensen dat kan niet. En als ik als rat word getekend, dan is er geen enkel probleem. Dat betekent dus dat er een verschil blijkbaar is tussen een donkere vrouw die als donkere vrouw wordt getekend en ik die als rat wordt getekend. Ja, voor mij gaat het even nog los van wat de tekenaars doen, want in satire en dat geldt tot op zekere hoogte als geen stijl. Moet het ook schurend zijn. Maar de manier waarop we met elkaar omgaan. Je zou op straat zijn iemand ook niet voor rotschelden. En iemand jou ook niet. Nou, dat gebeurt. Gebeurt helaas ook. Vaak. Maar ik denk dat juist als je iemand wil aanspreken op wat hij vindt, is het nou consistent of is het hypocriet? Waar sta je nou voor? Wat is je bijdrage? Als je het op een respectvolle manier doet, komen we wel echt een stuk verder met elkaar. Ja, maar het punt is van respect, dat is zo moeilijk uitlegbaar woord. Want ik hoor heel vaak mensen om respect gillen die niet helemaal snappen dat je dat moet verdienen in plaats van eisen. Nee, dat klopt, maar daar kan je zelf ook weer een voorbeeld in geven. Ik vind zelf het mooiste als iemand heel kwaad is, om dan heel precies en genuanceerd te reageren. Ik had een stukje op Facebook geschreven over wat ik zo'n beetje over me heen krijg. Ja, u wordt altijd op uw jodendom aangepakt, geloof ik. Bijvoorbeeld. dat gaat soms heel ver. Maar het aardige was een jongen die bleek een van die schelders te zijn. Die was kapot geschrokken. Een hele jonge jongen uit Friesland. En die zag ik daarna op TV Friesland of ik weet niet precies waar. Ja, het is excuus aan hier. Ja, met bijna een brok in zijn keel excuses aanbieden. En die had er wat van geleerd. En voor mij betekent het, uiteindelijk is iemand met respect, wel scherp op de mening, maar met respect aanspreken, toch veel effectiever en beter voor ons allemaal. Ja, alleen dan moet je natuurlijk wel afvragen wanneer je respect verdient en wanneer niet. Ja, maar juist diegene die het respect niet verdient, moet je geven. Kun je soms veel meer ontregelen door heel respectvol te zeggen, u noemt mij nu een kankerjood. Ik hoop zelf niet dat ik die ziekte krijg, maar waarom is dat eigenlijk nodig? Ja. Dat kan behoorlijk ontregelen. En er zijn vaak hele brave, klik je door, dan zie je een huisvader met zijn gezin op Facebook. Of je ziet een vrouw die op de werk met de collega's posten. Nou, zelfs de hoofdpiet schuilt tegenwoordig met kanker. Dus alles kan, hè? Ja, maar ik vind dus, en daarom vind ik het ook belangrijk dat jij hier zo duidelijk afstand neemt van zo'n uitzwaaipagina. Uiteindelijk, juist die hysterie kunnen we weer bedwingen doordat iedereen even 5 seconden langer nadenkt. Nu is er een uitspraak van de rechter geweest dat vrouwen met een hoofddoek ontslagen mogen worden, zeker niet aangenomen worden, vanwege die hoofddoek. Hoe kijkt u daar tegenaan? Die uitspraak laat volgens mij heel goed zien dat je niet ongerechtvaardigd onderscheid mag maken, maar dat het soms wel mag. Je ziet in Nederland ook bijvoorbeeld de rechters, die moeten neutraal zijn. Dus die mogen geen keppel op, geen kruis dragen en geen hoofddoek. Ja, uniform. Dat is een regel die bedoeld is om te zorgen dat de... Maar dit gaat ook over mensen die achter de kassa werken. Ja, nou, hoe dat vervolgens in de Nederlandse wet tot uiting komt, moeten we, vind ik, wel heel precies blijven. Een onderscheid moet... Uitspraak vanuit Europa. Ja, maar die uitspraak zegt niet, je moet nu alle mensen met de hoofddoek ontslaan. Nee, maar je mag er opnemen, zeg maar, in je vacature, dat je niet wil dat mensen met een religieuze uiting, whatever. Daarom is het voorbeeld van de rechter, als er een objectieve rechtvaardiging voor is. Dus dat betekent niet, ik hou niet van mensen met een hoofddoek. Nee, je staat gewoon in dat je geen mensen wil met een religieuze uiting, wat het ook is. Dan heb je nog steeds een objectieve rechtvaardiging voor nodig, omdat voor jou beroep belangrijk is. Maar dan kan het. Wil je nou zeggen dat u niet eens bent met die uitspraak van die rechter? Nee, ik denk dat ik hem net iets preciezer gelezen heb. Nee, daar staat heel simpel in dat als je als bedrijf moeite hebt met mensen die religieuze uitingen dragen, wat het ook is, tulband, keppel, hoofddoek. Er moet nog steeds een rechtvaardiging voor zijn die objectief is en anders dan... Ik hou niet van moslims, ik hou niet van joden. Ja, maar je kan toch willen dat je in je bedrijf geen mensen hebt werken die zich uiteindelijk afficheren van ik hoor bij deze groep? Dat kan, maar dat kan ook nu al in Nederland. Je kan ook bedrijfskleding voorschrijven. Het is nu verboden om iemand met een hoofddoek niet aan te nemen, want dat is discriminatie.
Als de enige reden is dat je iemand niet aanneemt dat het een moslim is, dan is het verboden. Nee, maar omdat hij een religieuze uiting draagt, in dit geval een doek. Dat hangt dus vanaf wat het vak is en of er een objectieve rechtvaardiging voor is. Dat je dat soort kleding niet wil in jouw bedrijf of in jouw organisatie. Dus mijn interpretatie en ook de interpretatie van de juristen die naar hebben gekeken is dat de Nederlandse wetgeving in overeenstemming is met deze uitspraak. Want ook bij ons geldt, mensen niet afwijzen om hun huidskleur of hun geloof of hun overtuiging, maar wel onder sommige omstandigheden, als een objectieve rechtvaardiging is, bijvoorbeeld neutraliteit bij de rechtelijke macht, dan mag je die eis gewoon stellen. Ik hoorde u laatst op de Radio 1 in gesprek met een Marokkaanse jongeman die geen stage kon krijgen. Ja. En die jongeman kon zijn studie daardoor niet afmaken. Ja. Nou, dat vond u verschrikkelijk, wie niet? Want ik vind dat iedereen zijn studie moet weer af kunnen maken. Vaak komen die stageplekken komen terug, hè, in het gesprek en het debat. En dat is dan ook allemaal discriminatie en racisme. Nu heb ik heel veel mensen gesproken die bijvoorbeeld stageplekken hebben aangeboden aan Marokkaanse jongeren. In dit geval. En ja, dat was 9 van de 10 keer met een heel negatief gevolg. Begrijpt u dat mensen op een gegeven moment zeggen van nou dan even liever niet meer die groep? Ik begrijp het heel goed. En vooroordelen, die hebben we denk ik allemaal. Nou ja, vooroordelen, ik bedoel dat... Maar de kunst is, jij hebt het over de jongen. Het was, bij dat radiogesprek zat hij tegenover me. Die jongen, die heette Wassim Bou. Dat was een hele nette jongen die daar zat te popelen om zijn talent te laten zien. Hoe mooi is het dat hij nou straks via Geen Stijl als eerste een stage krijgt aangeboden. Dat we daar nu samen voor zorgen. Nou, wij doen niet aan stagiaires. Nou ja, misschien dat hij dan niet bij jullie zelf, maar dat een van de vele kijkers zegt van ja, ik geef die jongen een kans, want dat verdient hij. Ja, zeker wel, maar het is natuurlijk ook en, zo dat nee, maar als je... Je vraag is terecht, hè, van bovendien mensen krijgen over tv allemaal ellende over zich heen die denken, doe dat maar niet. Opsporing voor zorg bedoelt u? Opsporing voor zorg, maakt me niet uit. Wat voor negatief je te zien krijgt, dat gaat in je hoofd zitten en dat bepaalt je denken. Ook over ouderen. Mensen komen niet op sollicitatie, zal wat te oud zijn, gaat niet mee met de tijd. De kunst is nu om mensen dat te laten inzien. Hey, misschien heb je zelf ook voordelen en mis je daardoor een hele goede jongen, zoals deze jongen was. Ja, maar zou je dan toch niet iemand een kans moeten geven? Maar het is natuurlijk wel zo, als je 3 keer mossel hebt gegeten, waarvan je 2 keer doodziek bent geweest, dat je op een gegeven moment zegt van, nou, ik blijf even van de mossel een tijdje af. Dan kan je wel zeggen, ja, maar nu discrimineer je heel Zeeland. Maar het is wel begrijpelijk dat het in de praktijk zo plaatsvindt. Dat is waar, maar mensen zijn natuurlijk geen mosselen. Mensen zijn als individu verantwoordelijk voor wie ze zijn. En op het moment dat je zegt, ja... Als je meerdere keren in de meerderheid negatieve ervaring hebt met een bepaalde groep, wat voor groep dan ook, ja, dan is het toch wel begrijpelijk dat je op een gegeven moment zegt, ja, daar heb ik even geen trek meer in. Nee, maar het mag niet, discriminatie, racisme mag niet, maar het is toch wel begrijpelijk. Nou, het is begrijpelijk dat je voordelen hebt. En uiteindelijk heeft ieder mens... Maar als die telkens malen worden bevestigd? Ja, maar dan nog. Uiteindelijk zijn we individu. Ik vind niet dat jij moet worden afgerekend op jouw groepskenmerk. En wil je zoals zelf ook... een bril? Nou, wat, maakt me niet uit. Welke groepskenmerken je ook maar hebt. Je wil beoordeeld worden op wie jij bent. Wat jij kunt. Wat jij doet. En zolang we in Nederland het goed vinden dat individuen die hun best doen, die een bijdrage willen leveren, die wel die studie afmaken, worden afgekeurd omdat ze bij een groep horen, ja, dan hebben we een enorm probleem. Want uiteindelijk verlies je dan ook je aanspraak om te zeggen, joh, jij hoort bij ons en die mensen die het verkloten horen er niet bij. Dus daarom moeten we dat nooit accepteren. En dat is niet een kwestie van alleen met de opgeheven vinger naar een werkgever, maar mensen zelf laten inzien dat je jezelf misschien tekort doet door deze jongen niet een kans te geven, door zo'n 50-plusser niet eens uit te nodigen. Zolang je jezelf blijft bevestigen in die voordelen. Kijk, als die man tientallen jaren daarna nooit, niet alleen geen moslim meer eet, maar ook geen enkel ander schaaldier, geen vis en überhaupt nooit meer uit eten gaat, dan zal hij nog steeds denken, in al die restaurants kom ik naar buiten met een voedselvergiftiging. Terwijl de werkelijkheid is natuurlijk, er lopen allemaal individuen rond en die verdienen het om beoordeeld te worden op wat ze kunnen en op wat ze doen. En dan kan je in Nederland burgemeester worden van Rotterdam, voorzitter van de Tweede Kamer. En dan kan die jongen Wassim Bou, die kan een hele goede makelaar worden, want dat is zijn droom. Maar goed, u geeft die 2 voorbeelden aan, dat geeft toch ook aan dat de sky the limit is in Nederland? Zij hebben er heel erg voor moeten vechten, dan kan het ook. Maar er hoort ook bij dat je mensen een eerlijke kans geeft. En zolang je zegt van ja, het is een Marokkaan, want dat is de mosselvergelijking waar je het over hebt. Dus ik nodig hem niet uit en ik hoef dat ook niet te doen. Mis je een enorme kans om waar te maken waar we volgens mij voor staan. Dat als je je best doet in dit land, dat je alles kan worden. Is het ook zo dat vanuit zeg maar, die Marokkaanse gemeenschap daar eens naar gekeken moet worden in plaats van alleen maar wijze discriminatie? Nou, dat gebeurt ook. Een van de mooie dingen vond ik in Ede laatst, waar een groepje jongeren enorme ongein aan het trappen was, auto's in de fik had gestoken, niet naar de politie luisterde. Dat de Marokkaanse consul langs kwam? Nee, dat vond ik niet het mooie. Wat ik mooi vond, was dat juist de anderen uit die buurt, waaronder heel veel Marokkaanse ouders, daar in protest kwam.
zeiden, we hebben het zo ontzettend gehad met deze ettenbakken. Want die verpesten niet alleen onze buurt, maar ook weer ons imago. Dus dat gebeurt. Die willen juist niets liever dan gewoon een normaal beoordeeld worden op wat je doet en wat je kan. Lodewijk, bedankt voor dit gesprek. Jan, jij ook bedankt.